Dat is ook knap, dat is over de jaren, misschien 1960, dat is een tijdje geleden al. Sommige van u waren er nog niet, andere waren er wel al. André, we hebben elkaar leren kennen in de Universiteit in Gent. Hij is afgestudeerd in 68 en ik in 69. En nu zijn we elkaar terug achter al die jaren. Er is niets veranderd. Wel, oké. Okay. Hij heeft meer haar hier en ik heb een beetje van boven. Het is met plezier dat ik vorige keer dus mijn voordracht nogal goed meegevallen is. En ik wil er nog rustig over doen, maar het is natuurlijk nooit hetzelfde. Het moet ook niet hetzelfde zijn. Want wie was er erbij de vorige keer? Maar dat is al verschil. In feite weet al wat dat kan zijn. Het gaat over het thema van de samenwerking van, ik mag niet zeggen de Amerikaan. Nee, dat zeker niet. Maar van Amerikaanse grote bedrijven. Die ook vandaag de dag van vandaag nog een grote rol spelen in ons leven. In het Engels zijn ze for better or worse. Nee, dat is in een goede zin en een slechte zin. Sommigen ons zijn meestal for worse. Maar misschien soms ook een beetje wat goed. Het is nooit niet helemaal wit en helemaal zwart. Hè. Maar dus die grote bedrijven waren toen al en speelden een grote rol in de opkomst van Hitler. En in de manier waarop Duitsland de oorlog gevoerd heeft. Ook al heeft Amerika zelf dus tegen Duitsland gevochten, officieel. Dat weet iedereen. In feite, de weinige dingen die de mensen afweten van Amerikaanse geschiedenis, zijn het Amerikanen en ons bevrijd. En dat is juist, daar kunnen we niet over discussiëren. Nee, de Amerikanen hebben inderdaad een grote belangrijke bijdrage geleverd aan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dat was geen gemakkelijke overwinning, die lange duur, want Nazi-Duitsland was een sterk land. In militair waarschijnlijk eigenlijk het beste leger, de grootste leger, het sterkste leger in heel de wereld in 1939-40. Het was niet gemakkelijk om de man klein te krijgen. Het is gebeurd met een beetje hulp van verschillende vrienden. De Amerikanen natuurlijk denken dat ze zijn alleen nog onder, met een paar anderen door de naaste. En daarop zijn dan bijvoorbeeld de Engelsen niet altijd heel content als ze in Hollywood een film maken. En dat tonen ze hoe dat dan de Amerikanen eigenlijk eigenhandig de Aziërs kapot gemaakt hebben. Ja, het liep er ook nog een Engels van naast. En de Engelsen zijn excuseer, maar we waren er veel vroeger bij als de Amerikanen al, in 1939. De Amerikanen pas in 1941. En de Canadezen zijn ook niet content. De Canadezen zijn onder ons, dat is ook zo gemakkelijk geweest. Maar wie is er geland als eerste op de strand van Normandië, samen met de Amerikanen en samen met de Engelsen? Dat zijn de Canadezen. Hè? En diegene die zeker zou moeten klagen als het zo voorgesteld wordt als ze zijn het werk van de Amerikanen, dus de nederlaag van Hitler, dat zijn natuurlijk de Sovjets, de Russen. Want in feite is het eerlijk gezegd, zijn de Russen die Amerika, die Duitsland verslagen hebben. De oorlog is 90% gevochten en 90% gewonnen door de Russen en verloren door Duitsers aan het oostfront. Nochtans, als je de meeste geschiedenisboeken leest, dan is het allemaal over het westen. Nee, van het begin met in 1939, of in Polen even, en dan in mei 40 van Duitsland aan. En dan wordt er gevochten overal hier en naar Normandië. En dan is het gedaan, de Amerikanen trekken Duitsland binnen, poef, het is gebeurd. Hè. En over het oostfront zeggen ze, oh ja, het is ook waar. Aan het oostfront. Even een keer een hoofdstukje, of een paar beelden aan het oostfront. Alsof dat er, ja, dat werd ook nog tussendoor even een paar schoten gelost. Maar het oostfront, dat was 5000 kilometer lang. Daar waren bijvoorbeeld miljoenen mensen tegen elkaar. Miljoenen mensen. En hier in het westen eigenlijk, in de slag van Normandië, dat was natuurlijk geen zeven, maar dat was eigenlijk een kleine veldslag in vergelijking met de slag van Stalingrad. Maar nee, ik wil er niet over hebben, we zagen niet over de slag, de oorlog aan het oostfront. Dat is bij het kijken met de Amerikaan zelf. En als ik nu op reis ga met Canadezen en zo, of bij Belgen ook, en dan komt het sprake, het thema van de oorlog. En als je op reis gaat, komt het altijd in sprake, als je in België bent, want vroeg of laat zie je daar een monument staan. Of komt er een oorlogskerkhof voorbij, ikzelf is van Adegem, van Oijhem. En daar is nu Canadees kerkhof, als kind al werden we naar naartoe gebracht. Om te zeggen, hier ligt onze Canadees, gesneuveld aan het Leopoldskanaal, aan uw kant, aan uw achterdeur eigenlijk. Inderdaad, want ik heb een schone historie die ik kan vertellen. Er was een dame die ons op het Belgisch consulaat opbelde een paar jaren geleden, waar mijn vrouw werd. Ze zei, kende jij Adegem, zei ze tegen mijn vrouw. Mijn vrouw zei, kende van Adegem, oei, van Benijzen, met een mannenzaginder. Ah, zegt ze, want mijn broer ligt begraven op het kerkhof in Adegem. Ik zou dat willen bezoeken. Om een lange historie kort te maken, zij is bij ons meegegaan op reis naar Adegem. En we hebben daar bezocht en gezegd, ik zou je tonen waar uw broer gestorven is. Want ze vertelde mij dat ik haar broer het laatste van hem gezien had, dat in een boot. Ze zat in een kanaal en ze werden naar Florida geschoten en hij was dood. En ze vonden hem Sandra's pas terug. Ik zei, ik weet precies wat er gebeurd is, want ik ken die veldslag. Aan het Leopoldskanaal is daar een Duitse pillbox, een bunker. Ja, aan de overkant, hè. Ja. Maar aan de voorkant hier gaat niet, maar opzij gaat niet. Ja, ja. Rechts daarvan zijn de Canadezen het water overgestoken. En met mitrailleuzen en de Duitsers binnen schieten. Dus enfilades dus langs de waterweg. Hè. En daar, die de gast was, in een van die eenheden die daar overgestoken hebben. En werden ze in een boot naar Florida geschoten. En ik kon dus die vrouw tonen wat er mijn broer eigenlijk gesneuveld was. Ah, en dat was een kleine wereld, was dat, denk ik eigenlijk. Want toevallig viel ze bij mijn vrouw op het consulaat. Toevallig is ze weer getrouwd van Adegem, want mijn vrouw is die van Adegem. En toevallig was hij dus bij een eenheid die ik de geschiedenis zou kennen.
Op die manier komt de geschiedenis tot leven, merk ik maar. Maar daar speelt persoonlijk niet voor. Nu, als we het klappen over Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog, dan neemt iedereen zo'n beetje aan, want iedereen heeft zo zijn geschiedenis geleerd. Dat gaat waarschijnlijk ook door een film van Hollywood. Ah ja, in tijden de jaren 60 al de langste dag. Hey, dat moest je gezien hebben. Nee. De tien geboden natuurlijk ook. Maar de langste dag. Dan leerde hij de tien geboden, dat was de oude andere geschiedenissen. En langs de dag, dat is altijd dat Amerikanen met zo'n sigaar in de mond, John Wayne, afkwam en de Duitse vluchtelingen zeg. Want ze worden bang voor zo'n kerel. En dan gaat erin dat de Amerikanen dat alles zelf gedaan hadden. Nee, met een paar andere gasten opzij, zoiets ernaast. Maar dan zei ik tegen de mensen, oké, wanneer is Amerika eigenlijk, is Amerika aan Duitsland de toren vervallen? Wanneer? Dan zeiden ze, oké, dan zijn ze soms, we zijn nog gebonden in 39. Nog gebonden in 39. In België zijn er wel de 40-45. Niet juist, het is 39-45, ze zijn 139. Bij de aanval op Polen, hè? Maar kom, in België is aangevallen in mei 40, dat is 40-45, maar elders zijn ze 39-45. Veel mensen denken, dus oorlog, Amerika 39 aan je. En dat soms, ja, misschien in mei 40, gelijk de Belgen, hè? Als dan België en Nederland en Frankrijk aanvallen werden, dan kan dan er ook gesneld, hè? Want, nee, ook niet, hè? Allee, dan weer wel. Ja, dat is te kijken. Ze zeggen niet een keer, Pearl Harbor, als de Japanners Amerika aangevallen hebben, hè? Wanneer was dat? In december 41. Omdat je nodig was, was het weer bezig. Dat is bijna voorbij. Alleen, ik overdrijf een klein beetje. Ik overdrijf soms een klein beetje. Maar dat is om nou je wakker te houden. Als je alles zo heel objectief vertelt, dan gaan ze maar slapen in de gevaar. Dus in december 41, omdat je. Dan zeg ik, ook niet juist. Hoe niet juist? Mijn vraag was, wanneer heeft Amerika aan Duitsland de oorlog verklaard? Als je zegt Pearl Harbor, dan hebben de Japanners Amerika aangevallen. Wat hebben de Duitsers dat doen? Niks. Hebben de Duitsers Japan in Pearl Harbor aangevallen? Hebben de Duitsers? Nee, de Duitsers hebben Pearl Harbor niet aangevallen. De dag na Pearl Harbor is Roosevelt, vroeg hij aan het congres van oorlog te verklaren aan de aanvaller van Pearl Harbor in Japan. Hij zei erbij dat we toch bezig zijn, jongens. Verklaar ik heb ze nodig aan Duitsland ook. Hij zei dat niet. Vroeg hij dat niet. Dus Amerika verklaart de oorlog aan Japan. Omwille van de Japanse naam, dat was nog een beetje duidelijk. Alles ging op picobellen in orde. Maar verklaarde Amerika door een Duitsland? Nee. Waarom niet? Als dat niks te doen met Pearl Harbor. En wanneer had eigenlijk Amerika door verklaard in Duitsland? Dat weten ze niet meer. Dus ik heb het eenvoudig. Nooit. Duitsland heeft de oorlog verklaard aan Amerika. Maar nee, wanneer dan? Want 4 dagen na Pearl Harbor, ten 11 december 1941. Pearl Harbor was de 7 december. En de 11 december, 4 dagen later, daar in Hitler een oorlog aan Amerika. Ook had hij niks te maken met heel die zaak. En dan is de vraag eigenlijk, waarom dit dan eigenlijk? Want er zijn een paar dingen die er bij de pas komen. Ten eerste is eigenlijk een vraag die zichzelf doet stellen, is, had Hitler dan aan Amerika de oorlog niet verklaard, wanneer zou eigenlijk dan Amerika de oorlog verklaard hebben aan Duitsland? Of wanneer zou dan Amerika eigenlijk de oorlog getrokken zijn in Duitsland? Het antwoord is eigenlijk, misschien nooit. Misschien nooit. Want als ze al einde 1941 nog altijd niet bereid waren om de oorlog te verklaren in Duitsland. Als de Duitsers zelf moest doen, wanneer zou het Amerika dan eigenlijk uit zijn eigen vrije wil gedaan hebben? Misschien nooit. En waarom niet? Omdat eigenlijk Amerika geen interesse had, geen belangstelling had voor die oorlog in Europa. Wel de oorlog in Japan. De oorlog tegen Japan, dat was voor de Amerikaan iets dat heel nauw aan het hart lag. Iets heel belangrijks. Want daar ging het over bepaalde dingen die voor Amerika heel belangrijk waren. Want als je in Amerika bent, als je Amerika kent een beetje, en je kan allemaal wel niet waar het ligt, nee, agenda. Dan is aan de ene kant de Atlantische Oceaan, aan de andere kant is de Stille Oceaan. En de Stille Oceaan is een grote vijver. En aan de overkant ligt Hawaii, dat is ook voor de Amerikanen, ze hebben er even gestolen op een moment. En dan ligt er nog aan de Filipijnen, dat is ook afgepakt op een moment van de Japanners. En dat was China. En dat was op dat moment, voor China de grote markt voor Amerika. Je hoopt er een handen te krijgen. Nu is China nog altijd voor Amerika een groot probleem, zoals je weet. Maar nu is het een ander probleem. Nu is China de grote concurrent. En eigenlijk de enige grootmacht in heel de wereld die eventueel nog iets zou kunnen doen tegen Amerika en het Amerikaanse monopolie van de macht, zou zijn, een beetje ondermijnen of zelfs volledig kapot maken. Maar toen zag China uit zoals een land, een kolonie. Dan kun je een rol gaan verkopen. Hey, en dan kun je alles op een goede ding gaan opwekken voor een appel en ei. Dat was het idee. Het idee van een kolonie was toch dat, hè? Er zijn misschien mensen die geloven dat wij kolonies hadden om de zwartjes te bekeren. Dus, om ons de weldaden van de Vlaamse of Belgische of Europese of blanke beschaving bij te brengen. Dat
was toch niet zo, hé. We gingen daar voor de koper van de Congo, uranium achteraf en zo, al die goede dingen. Hé. Waarom zat, ik ben al verschillende keer in Vietnam geweest de laatste jaren. Zei ze, waarom zaten de Fransen in Vietnam? Waarom zaten de Fransen in Vietnam? En waarom zaten de Engelsen in Maleisië? Dan kan ik er weer één woord antwoorden. Rubber. Hé. Van waar komt de Michelin rubber, jongens? Niet uit Frankrijk, in de Provence zijn de rubberboom. Uit Vietnam. In Dunlop, vooral deze rubber uit Maleisië. En dat was in die jaren, want die kolonies waren super belangrijk in het begin dat de automobiel belangrijk werd. Dus rubber, olie en rubber, noem het wel, olie en rubber. Die spreken over twee dingen dan die je nodig hebt als je moderne oorlog wil voeren. Als je moderne oorlog wil voeren, dan wil je olie hebben en rubber. Olie en rubber, olie en rubber. En nu even terugspringen op Duitsland, waar al de Hitler de olie en de rubber die hij nodig had om oorlog te voeren. Hitler heeft moderne oorlog gevoerd, hè? Niet een oorlog, het soort oorlog dat Hitler gevoerd heeft, een blitzkrieg ze zijn. Als moderne oorlog, hè? Vliegtuig, hè? Dat zijn ook gasgassen zijn ze bij ons, die veel nacht verbruiken, hè? En tanks veel nacht verbruiken, want die moet eerst naar Warschau, dan moet je naar Parijs, dan moet je naar Leningrad, dan moet je naar Kiev, dan moet je naar de Caucasus. Zijn die dus dikwijls de nachtpompen stoppen en betalen. Ik heb vandaag 60, 70 euro betaald, een klein onderdeel, voor een volle tank nacht. Dus het kost bij stikkere mensen niet te komen, hè? Dat weet je wel, hè? Maar dan moet de schaal rond. Maar als die mannen met die tanks, die verbruikten miljoenen liter snaft, hè? En die banden moesten helemaal veranderd worden, hè? Waaral Hitler zijn olie is een rubber. Het antwoord is eigenlijk Amerika. Het antwoord is Amerika. Zonder Amerikaanse olie, zonder Amerikaanse rubber. Kun je kijken naar mijn vriend Tycho Torkild Rieber? Het staal? Ja, dat was. Je kijkt naar die vis, die linkske daar, die foto's. De laatste van. Ah ja, die beeld, die foto's. Dus daar is het. Die foto, dit is die laatste foto. En daar stond eentje van Torkild Rieber. Dat is laatste eentje. Torkild Rieber. Dus kijk, standaard oil. Kijk, standaard oil. Wat ik wil zeggen is volgende. Een van de redenen waarom Amerika niet ten oren wilde trekken tegen Hitler. En het uiteindelijk alleen maar gedaan heeft, waar Hitler voor reden, hele andere redenen, die ik niet wil in het ogenblik kunnen overklappen, en hen ten oren verklaard heeft. De reden waarom de Amerikaanse, de leiders van Amerika, dus voornamelijk de rest van de grote bedrijven, die ook politiek veel te zeggen hebben, dat die niet geïnteresseerd worden, en ze zei, Hitler een fantastische kerel vond, en een beste cliënt. Die als ze gouden zaken deden. Welke zaken? Rubber en olie, rubber en olie. Onder andere de grootste bedrijf in Amerika, de geld van Hitler, dat was inderdaad, waar is het? Het is nu weg. Exxon. De Standard Oil. Dat is nu Exxon, hè? Ja. Kijk, dat komt nu, dat gewoon even van het internet gevonden. Dat is nu de swastika en Standard Oil. En daar gaat het over, wil ik niet spreken. Standard Oil, dat is Exxon, dat is Rockefeller. Ik weet dat Rockefeller is. De Rockefellers. Als je naar Amerika gaat, Rockefeller Center allemaal zo. De Rockets, de danseressen, dat is de Rockefeller Center. Rockefeller, grote helden van de Amerikaanse geschiedenis. Iconen van de Amerikaanse geschiedenis. Die mannen hadden een oliebedrijf. En dan kochten ze een olie aan Hitler. Jede menge, zei de Duitsers. Alle soorten olie, hoe meer hoe liever. En de Duitsers betaalden, nee. Ze betaalden dat super hoge prijs, nee. Want Hitler moest dringend olie hebben, nee. En wat deed hij ermee? Het klapt net nog in de jaren 30, nee. Wel, stockpiling, dat is bij ons zijn. Opslaan. Waarom? Om moord te kunnen voeren. Want natuurlijk kun je niet enorm voeren en zeggen, joe, je hebt geen nacht. Je moet de nacht opzij hebben, nee. En niet ermee stoot, gewoon een blitzkrieg worden. Dus we moeten veel olie hebben, nee, opzij. En standaard doe je nooit anders. Standard Oil heeft zijn een partner in Duitsland. U was de partner van Standard Oil in Duitsland, de firma. IG Farben. IG Farben. Wie is IG Farben? Ook nu nog? Bayer. Heugst. Bas. BASF. Een goede firma. Samensloten met IG Farben. Hè? Die Hitler zwaar gesteund hebben. Hè? Die speelde door aan IG Farben het recept voor synthetische rubber en synthetische brandstof te maken. Dus die hebt al die ingrediënten die niet meer nodig heeft om los te kunnen voeren. Wat krijgt hij van? Van Standard Oil. Texaco. Hebben we Texaco erop staan? Storkild Rieber. Zijn er foto's van de machine? Dat is bij. Ja, het is gewoon meske. Heb je foto's van de meske? Meske? Is... Ja. Nee, die moet je niet hebben. Die naast, kijk, Texaco. Die Storkild Rieber was een dikke vriend van Göring. Die heeft schatten verdiend. Dus ook mijn geld verdiend door de Duitsers in de jaren 30 olie te leveren. In de jaren 30. De Duitsers stockpile, opslaan. En in 1939 begon de oorlog. En dus de tanks begonnen dus te rollen naar Warschau op. En de reserves van olie gingen naar beneden van. Zonder.
Ze worden door zelfs van weg. En de Amerikanen bleven leven, hè, in 39. Want Amerika was niet in oorlog, hè. Neutrale landen moeten om eens je zaken nu zeggen. Allee, allee, allee. Iedereen denkt dat de Amerikanen geen voor de democratie waren. Tegen het natuur. Tegen Hitler de Smerla. Er is niet tegen Hitler. Dat is een goede vriend. Die heeft een goede zaak mee. En hij kocht. Dus Hitler trekt een oorlog tegen Warschau, tegen Polen. Frankrijk en Engeland verklaarden een oorlog. Ze is begonnen. En Amerika zegt, we hebben niks meer te maken. Nee. We blijven leven. We blijven leven. De Amerikanen zijn blijven leven tot in de zomer van 1941. En Nazi-Duitsland. Tot in de herfst van 1941. Tot Pearl Harbor. 4 dagen daarna. Hitler eindigt de oorlog verklaarden aan Amerika. En dan konden ze niet meer direct leven. Maar ze konden nog wel leven via via. He. Want zoals je allemaal weet. Zo embargo's en zo, die Amerikaanse firma's zijn er wel voor, maar als het hun past, kun je bij embargo's altijd om zijn. Ik was in Iran zo heel lang geleden, dan kun je Coca-Cola krijgen. Dan zijn zware embargo, mocht niks uitvoeren, zeker geen wapens, geen computers. Maar in Iran kun je Coca-Cola drinken, hè? Veel Amerikaanse dingen. Veel dingen die verboden zijn, worden toch verkocht. Hè? Via via, hè? Dus Amerikaans zijn wij niet, hè? Het is onze firma ergens in Venezuela. Het is nog in de jaren 41. En zelfs achteraf nog heeft Rockefeller veel olie geleverd aan Duitsers via neutrale landen, zoals Mexico, zoals Venezuela. Ik was onlangs naar Zuid-Amerika. Zuid-Amerika, Argentinië, daar deden de Amerikanen zaken met de Duitsers via Argentinië. En daar schepen, Argentijnse schepen, Venezolaanse schepen, Mexicaanse schepen, gingen geladen met Amerikaanse olie naar Hamburg en leveren daar de olie die de Duitsers nodig hadden om oorlog te kunnen voeren. En de rubber ook. En het recept voor synthetische rubber. Dus was ook geleverd door Exxon, de Standard Oil, de Rockefeller, aan IG Farben. En IG Farben wisten dat natuurlijk dat je fantastisch moest kunnen produceren in rubber, hè. Dat niet belangrijk was, synthetische rubber. Want dat groot heel groot probleem was, olie en rubber. Hè. En IG Farben heeft dan een recente fabriek gebouwd om kunstmatige synthetische rubber, dat is waarschijnlijk wel, te waar is dat? Hebben ze die fabriek gebouwd? In Auschwitz. Waar? Auschwitz? In Auschwitz. De fabriek in Auschwitz werd gebouwd daar omdat IG Farben zou kunnen synthetische rubberboenen maken. En zo goedkoop mogelijk, dus slavenarbeiders. Slavenarbeiders. Maar dat is niet wel, dat is Loina, maar ik dacht voor Boena. Dat is een ander werk dat ze dingen produceren. Maar we hebben daar eens foto's van de slavenarbeiders. 80.000 Joden hebben daar gewerkt. Dat is Auschwitz. Dat is voor de fortwerken. En dat is IG Farben. Ja. Dat is IG Farben in Ludwigshaven. Dat is de kant van Mannheim, Ludwigshaven aan de Rijn. Hè. Dus die deden fantastische zaken. Hè. Dus ja, nog in 41. Doen de Amerikaanse firma's fantastische zaken in Duitsland. Willen ze aan Duitsland Noord verklaren? Zijn ze gezot? Gaan onze beste kant Noord verklaren? Ah, nu is Amerika. Amerika is altijd klaar om landen te bombarderen en oorlog niet te verklaren, maar oorlog te voeren. Maar een bepaald land. Die eigenlijk de grootste dictaturen zijn, de smerigste landen ter wereld, ze hebben er ook niet aan van. Waarom niet? Want ze vinden ze. Ze zijn zo gezegd, ze waren in Afghanistan, waarom zitten ze in Afghanistan? Wel, ik heb eigenlijk zo gezegd, oh ja, het is om de vrouwen te emanciperen. Dat is het, ja. En sommige mensen geloven dat, hè. Maar als ze vrouwen emanciperen, waarom gaan ze krijgen die naar Saudi-Arabië? Jongens, daar is de werk te doen, hè. Daar is werk aan de winkel. En in Bahrein, al die kaklanden daar, die velle dictaturen, dat zijn die velle dictaturen, hè. Maar nee, dat ze ons vinden. En als ze te vinden zijn, mogen ze doen met de vrouwen, dan mogen ze alles wat ze willen. Ze mogen een slavenhuis gebruiken, dan mogen ze alles wat ze willen. Het stoort ons niks. Maar als ze vijanden zijn, dan mogen ze niks natuurlijk. Dus wat gebeurt er? Ze hadden ze niks tegen Hitler. Dat hij de slavenhuis gebruikt, was een goede cliënt, jongens. Ze verdienen schatten aan Hitler. Schatten aan Hitler. En niet alleen dat. Dus als je had gevraagd in december 1941 aan de Rockefellers, zeg jongens, we zouden denken dat we oorlog gaan voeren tegen Hitler. Dat hebben ze gezot zeker. Ja, zeker niet, zeker niet. Zeker niet wat Hitler moet doen. En ze had al gevaar een tekst geloven, zeker niet. En andere firma's ook. Hè. Maar wie deed er nog zaken mee? Er gouden zaken. Dus om oorlog te voeren, moet je rubber hebben en olie, maar moet je ook auto's hebben. Hè. Auto's hebben, hè. Kamions hè. En tanks. En vliegtuigen, dat is verschrikkelijk voor mezelf. Dus onder andere kijk wat ik er boven kijk. Nee, dat is een kamion links. Zie de military truck. Dat is een multi. Dat was een prachtig model in de tijd, natuurlijk nu een beetje verouderd. Maar in de jaren 30 bouwden er Ford die bijna vleet. Tussen Ford en General Motors bouwden ze bijna 90% van alle camions in het Duitse legermodel. Natuurlijk zijn het zeg maar camions, met een tank, maar ze bouwden ook de motoren voor de tanks. En ten andere, de camions waren geweldig belangrijk.
Want blitzkrieg, de tanks vliegen de eerste natuurlijk. Hè. Maar achteraf komen de kamions vol met soldaten en infanteristen. Want als die achterblijven, die kunnen niet te voet achterkomen. Hè. Dus de oorlog was, het sleutelwoord voor de oorlog, voor dat was motorisering. Alles per motor. Ten eerste de oorlog was dan met de voet en de paarden. En de trein dachten we, de trein van het schievenplan allemaal, de troepen kwamen met een trein. Hè. Maar dat was dan in de Tweede Wereldoorlog niet praktisch. Het moest zijn met een auto, motorisering zeker. Dus het moest een kamions gebouwd worden, kamions met een vlees. En General Motors en Ford hebben die gebouwd, daar staat er een zin van. Hè. En de firma, daarboven, de Ford werken in Keulen, vlak bij de Rijn. Reusachtig spel, kijk de naam Ford staat erop. En dat was dan Ford. En Ford maakte dus auto's al van het begin van de jaren 30, van zodra Hitler aan de macht kwam, voor het Duitse leger. En er wordt ervoor betaald. Veel mensen denken dat Hitler dat hij niet betaalde. Maar had hij dat niet gedaan, dan zat hij een vriend van de Amerikanen geweest. Hè? Maar Hitler was geen communist. Hè? Had hij een communist geweest, hij had hem genationaliseerd. Zij is gedaan, de kapitalisten vliegen niet buiten, het is van ons. Dat is nationaliseren, hè? Socialisering. Hè? Dat deed Hitler niet. Hè? Hitler zei, produceer jongens en geef ons rekening. Hitler kreeg de rekening, betaalde de rekening. En Ford en die mannen verdienen schatten. Die verdienen alle soorten geld in Duitsland, in de jaren 30 al. En gedurende de oorlog tot op het aller einde van de oorlog. Daar hebben die geel geld verdiend. Hoe betaalde ik dat de rekening? Het was toch gewoon bijdrukken? Bijdrukken? Of was het meer goud? De Rothschild? Dat deed Hitler ook niet vinden. Dat deed het jaar niet van de Rothschild. Hitler kon dat in de Rothschild. Dus dat is het. Geld drukken, als jij begint bijdrukken, dan verliest u. Had uw waarde nu uw markt naar beneden. En dan straks kun je geen bank niet meer kopen. Dus dat deed Hitler ook. Doe bewust vermeden. Want Hitler is ook de inflatie meegemaakt in Duitsland in de jaren 20. En zoals iedereen zegt, dat is gevaarlijk. Als dat gebeurt, dan is politiek niet doenbaar. En ook economisch doenbaar. Want dan ga je misschien in 6 maanden werken of een jaar werken. En dan gaat je geld niks meer waard zijn. Dan kun je het niet meer kopen. Dus iedereen betaalt in goede Duitse markten. De Rijksmark bleef zijn waarde houden op het einde van de oorlog. Hij is op het einde nodig naar rap naar beneden beginnen gaan, maar iedere politiek heeft er op het einde niets meer mee te doen, want iedereen heeft altijd de waarde van het ding willen houden. Maar ze hebben betaald, ze moesten natuurlijk betaald voor de rekening. Hoe hebben ze het gedaan? Hoe hebben ze het betaald? Altijd. Onder andere door geld te stelen. Welk geld hebben ze gestolen? Aan de Joden. Geld van de Joden. Het goud van de Joden. Het goud van de Joden, want alle Joden moesten weg in Duitsland. Er waren in Duitsland veel Joodse banken, grote firma's, die moesten opdoeken. Voor een appel en ei werden die gekocht. Grote Duitse banken en firma's werden verkocht aan iemand die het wilde kopen. Niet de Nazi staat, maar ook gelijk wel grote Duitse firma. Mocht dat kopen, een appel en ei, maar de winst ervan gingen, de taksen erop, de belasting erop, gingen naar de Nazi's. En die hebben zo op die manier, maar niet alleen bij de Joden, maar in 1939, 1940, als de Duitsers binnengevallen zijn al in 1938 in Tsjechoslowakije. Hebben ze al het goud van een bank in Praag, van de Nassau Bank in Tsjechoslowakije meegepakt. In Oostenrijk, in Anschluss in Oostenrijk, hebben ze het geld in Wenen meegepakt. In 1940 hebben ze het geld van de Nationale Bank van Nederland en van België meegeschroept. Het was geen probleem. Als de Nazi's aankwamen in Praag al, dan liepen ze net naar de bank en ze deden het geld, koud. Dat is er niet. Heeft iemand dat goud gezien, jongens? Nou ja, de Tsjechen hadden naar Londen gestuurd. We hadden naar Londen gestuurd om het in veiligheid te brengen bij de Bank van Engeland. Die okay. Was van de verdomme. We hadden goud dringend nodig om voor te betalen om te kunnen verder opvoeren. Telefoontje. Dat was een vriend in Engeland. Wie is onze vriend in Engeland? Een baas van de Bank van Engeland. Een grote sympathisant van Litter. Vriend van Ribbentrop. En die zei, jongens, ik zeg, gaat u die baas in Tsjechoslowakije? Alleen, we sturen hun goud wel terug. En zo groot als de schandes van de bankiers gedurende de oorlog is, dat de Bank van Engeland, vlak voor de oorlog, als Hitler totaal illegaal Praag bezet heeft, dat die gast, ik denk zijn naam, het komt niet eerst niet op, dat hij dus dat de toestelling gegeven heeft om dat goud van de Tsjechen terug te sturen via Zwitserland naar Praag, om dat de goede letters kunnen oppakken hebben en dan zijn rekening gaan betalen met Ford. Oh. Dan ziet hij dan, de Ford deed dat zo goed voor Hitler. Dat hij zelfs een grote decoratie kreeg. Waar is die foto? Daar is het Ford linksboven. Ja, links. Ja. Dat is Ford, Henry Ford, die in Amerika, in Detroit, door de Duitse consul in Detroit, een grote decoratie krijgt vanwege Hitler. Want hij zo goed, omdat ze zo goed gepresteerd hebben in de Fordwerken in Keulen, en die grote fabrieken, zoveel kamions en zo gebouwd hebben, en motoren voor de Duitse tanks. Ten andere, als de Amerikanen eindelijk geland zijn in juni 1944 in Normandië,
En ze hebben daar een eerste Duitse tanks en kanons buitgemaakt. Daar smeten zij de dingen zo op, de motoren, en zeiden ze, hop, die jacketten gedaan. Het is dezelfde motoren die wij hebben. Want ze waren ook van Ford en van General Motors. Want General Motors bouwden er ook. En wat ze ook vonden dat hetzelfde was, de communicatiesysteem. Want als de Duitsers aanvielen, had ik een even eenmaal, ik kan dat misschien wel iets voort. Ja, onneembaar zo gezegd, het duurt een Duitsers een half uur om dit te nemen. Dat lag eraan, dat webkanaal onneembaar zo gezegd. Maar ze hadden nu niet gerekend op die vliegtuigen hingen landen op een dak, dat is niet op gerekend. Maar ik bedoel maar, als de Duitsers aanvielen, de Belgen en de Fransen die dachten naar de Eerste Wereldoorlog. Ze hadden een loopgraaf, hadden machinegeweer, prikkeldraad in. En hoe ingegraven is, Duitsers niet wel komen. Zeg, ze komen te smeren op, schiet ze allemaal dood. Maar dat ging niet zo in 1940. In iedere keer waren ze boven in de lucht, ze waren parachute, ze zaten achteruit. Ze waren er ook en ze waren opzij en de Belgen hadden een loopgraaf gedaan. He. Maar die aanvallen moesten allemaal gesynchroniseerd worden. Die Stukas moesten aanvallen, dus hadden ze de tanks en de artillerie. En van elke kant waren ze ook overal en van boven beneden. En de Belgen, de Fransen, staken hem armen op, is gedaan. Dus dan is dat vroeg om telecommunicaties. De Stukas, dat die te vroeg toekomen, als de tanks er nog niet zijn. De infanterie, die vliegtuigen moeten landen op dat tak. Dat moet allemaal tegelijkertijd gebeuren. Telecommunicatiemiddelen, modernste, het allerbeste. Wie mag ze? ITT. Dat is vroeger in België actief geweest, nu nog altijd zeker, als Den Bel. Den Bel. Mijn broer vroeger werd voor Den Bel in Antwerpen. Den Bel, ITT Amerika, zijn de beste cliënt in de jaren 30. Ze hadden twee vrij goede cliënten. Eén was Hitler en de andere was Franco. De Bel heeft alles leven vrij graag gewerkt met fascisten. En als mijn broer in de jaren 70 voor Den Bel werd, en hij verkocht mobiele radio's, stuurden ze hem naar Santiago de Chile. Daar zeiden ze, dat hebben een goede cliënt. Zijn naam is Pinochet. En weet je dat Pinochet was? Pinochet was natuurlijk de fascist. We gebruiken een termetje los. En inderdaad heeft Bel ook goede zaken gedaan met Pinochet. Ten andere, ik spreek over ITT. Je weet dat achter de staatsgreep van Pinochet, dat er Kissinger achter zat. Natuurlijk de Amerikaanse de regeringen, maar ITT voornamelijk. Die dreigden van daar veel van een investering in Chili kwijt te spelen. He. En die hebben er zeker voor gezorgd, via Kissinger, die waarschijnlijk veel anderen heeft uit ITT, dat ze daar Allende uit de weg geruimd hebben en dat er inderdaad Pinochet de macht is kunnen komen. En ze hebben er ook veel op geprofiteerd. Oké, dus Ford, General Motors, ITT, Rockefeller, Standard Oil, Texaco, al die mannen doen gewoon zaken. Rothschilds? Rothschild banken. Ja, wat is in Engeland en Frankrijk, Duitsland? Ja. Rothschild banken, dat kan ik niet zeggen. Ja. Rothschild waren belangrijk in Engeland, maar in Amerika waren Rothschilds niet belangrijk als grote banken. Ja. Want die financiën, oké, laten we over banken spreken. Achteraf toch wel? Achteraf leren achteraf. Ja, zoals nu, ja, die hebben toch de FED gekregen. De Federal Reserve, dat is toch van hem? Ik kan er liever op ingaan, want dat weet ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Er wordt veel over gespeculeerd, maar er is eigenlijk geen hard bewijsmateriaal voor die. Wat ik dan straks weer heb gelezen, de vader van Hitler was getrouwd met een madame en dat was een barones van de Rothschilds of zo. Daar wordt over gespeculeerd tot en met. Ik kan me daar niet mee bezig met zo'n ding, want dat zijn dingen die je nooit kunt bewijzen. En ook al, dat betekent voor zichzelf eigenlijk helemaal niks. Want dat Hitler, omdat Hitler nu, in feite hebben wij allemaal Joodse voorvaderen. Als je dat denkt, we stammen allemaal af van een Eva en een Adam in Oost-Afrika 100.000 jaar geleden. Allemaal als leden van Homo sapiens familie, zijn we allemaal familie. Het is misschien erg om dat te denken, maar we zijn wel verwant. Dus in feite is die idee van een volk en een ras, dat is het denken van Hitler. In feite is het ook zo met de Joden. Zeg ik dat er zuivere Joden zijn. Wie waren de zuivere Ariërs, moesten Hitler? Dat was ook een probleem met Hitler. Ze mochten het tegen de Joden. Maar als er nu in de hut van dat in de Jood was, en al die andere hoedouders waren geen Joden, waren er dan Joden of waren mischlingen, zeiden ze dan, mischlingen. Ja, hij was Jood, maar waarschijnlijk Jood, een beetje Jood, een kalve Jood, ja. Dat was veel moeilijk. En dan zeiden ze, heb jij misschien, Hitler zelf, bekijk nog een keer. Was dat een Ariër? Waren heb geen Joodse voorvader, waarschijnlijk, zijn waarschijnlijk allemaal. Dus, dat betekent ons zelf eigenlijk niks. Was niet een Ariër, blauwe ogen, blond haar? Blauwe, blond haar, dat was puur Arische. Dat was een theorie, hè? Maar als je die nu aanneemt, ten eerste, vandaag is er geen enkele wetenschappelijk
die het concept, ras ergens opneemt. Een ras bestaat niet. Dat kan ik nu niet zeggen, een ras, dat bestaat gewoon niet. We zeggen gemakkelijk het ras. Maar rassen bestaan niet, want in feite zijn alle rassen mengelingen. Het was zeker ook dat een bepaald soort volk, dat moet er allemaal een beetje eender uitzien. Chinezen wat heel, en dan een beetje minder heel, de Indiërs wat bruiner, en dan de zwarte heel zwart, sommige half zwart. Maar wat, het zwarte ras, dat is, vroeger geloofden mensen dat, de wetenschappers in de 19e eeuw geloofden rotsvast in de rassen. Het hele ras, het zwarte ras, het blanke ras. En ze dachten zelfs dat die mensensoorten apart ontstaan waren. Elk is zijn eigen gat. De Chinezen en China is. De zwarten in Zwart-Afrika. En de Ariërs. Ah, de Ariërs. Een oerheimat ergens. Allee jongens, waar ergens. Nu nog is er mensen over strijd. Nee? Sommigen zeggen de Duitsers liefst ergens in Scandinavië of in Duitsland zelf. Hè? Anderen, nee, in de Caucasus. Of in het zuiden van de Oekraïne en Rusland. Of in Centraal-Azië. Allee, kom waar dan ook. Waar dan ook. Bullshit is dat met Engels. Flauwekul. Dat is gewoon niks van aan. Dat is gewoon niks van aan. Oké, terug naar de hemel. Waar was ik gebleven? Ja, die mannen zo geweld verdienen. Ze deden houdt zaak mee. Hè? Dus in juni, in de herfst 41 nog. Als er geen mensen in Amerika die oorlog willen hervoeren tegen Hitler. Tot dan zien we dat ze slecht trekken. Ah ja, hè? Als een antisemiet, een racist, die had natuurlijk best gedaan. Waar die man er niet gestoord van heeft? Die Amerikaanse zakenman die zaken deed met Hitler. Zeiden nu, oei, dat ze slecht trekken. Dan wist dat zou ik niet mogen zijn. Hè? Dat is niet macht, je moet dat niet doen. Hè? Dus, waarom niet? Omdat ze zelf wel racist waren. Omdat ze zelf wel antisemiet waren. Oké? Okay? Vandaag, een dag van vandaag, zitten er veel te veel mensen die geloven dat Amerika het nodig getrokken is omdat Hitler iets knapt tegen de Joden. En de Amerikanen denken niet over de beschermers van de Joden. Absoluut fantasiek. Een fantasie, totaal onwaar. De Amerikanen, de leiders van Amerika, didn't give a shit, zoals we zijn in het Engels, over de Joden. In feite, Joden nee, waren, nu denken de mensen gemakkelijk, hè? De Joodse lobby, die allemaal machtig was, dat is ook al, nu al heel waar. Ik zeg het nog, het is nu al heel waar, het is veel eerder omgekeerd. Maar de Amerikanen laten nu graag geloven, dat ze zeiden dat Israël zo zelf zijn eigen boel doet, dat is niet waar. Israël doet wat de Amerikanen zeggen, en mag dan ook doen wat de Amerikanen zeggen, en wat de Amerikanen ook niet zeggen. Maar alles op dingen doen, maar zonder Amerika mag er dan niks gebeuren. Maar de Amerikanen laten ons liever geloven, omgekeerd, dus ze zei zo, hey, omdat dus anders de president geen stemmen krijgt van de Joden in Brooklyn en al zo'n niks. Maar de Amerikanen zijn inderdaad beschermheren geworden van Israël na de Tweede Wereldoorlog. En er is, dat past in een kram. Dat past in een kram van de Amerikanen in een geostrategische, geopolitisch kram. Maar voor de Eerste Wereldoorlog hadden de Joden niks te zeggen in Amerika, helemaal niks. Ze mochten niet binnen de chicste clubs, zelfs nog in de jaren 50 en 60. Hey, kon je als Jood niet binnen de clubs of in de golfclubs. Zelfs in Canada, dat nog minder racistisch was en is als Amerika, daar waren de clubs in Toronto, daar zaten geen Jood, dit dan ook geen katholiek, hè? En geen Chinees, nee. Moesten wasps zijn, wasps, white Anglo-Saxon Protestant. Dus ook geen vuile Ieren, geen katholieke Schotten, zeker geen Fransen en Italiaanse katholieken of andere mensen, dat was zeer, en geen vuile Chinezen, en geen zwarte, en geen bruine, en geen Joden. Alleen maar wij, witte Anglo-Saxen. Dat is alles. Sorry, nog iets ging zeggen. Oh ja, ik wilde toch iets op inpikken. Ja, dat doe maar, want ik moet je ook knappen. In alle respect, ben ik niet eens met jou. Ik denk dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen de echte Joden, de Semitische Joden, en het speciaal soort Joden dat er wel alle touwtjes in handen heeft in Amerika en zeg maar overhangs de wereld. Ik weet dat dat Peter Jongens een stokpaardje is. Ik weet dat een stokpaardje is. Dat is geen stokpaardje, dat is gewoon een historische realiteit. En ik denk, de serieuze aanwijzingen dat Hitler een kleinzoon is van een Rothschild, ja. En dat hij op basis van die verwantschap geselecteerd is om de megafoon te zijn van dat naziregime, ik vind dat wel belangrijk. Oké, dat moet dat geloven, ik kan er helemaal niet kort. Dat moet je akkoord zijn, je moet verkeerd zijn. Ja. Iedereen heeft recht om te vallen voor meer op die stem. Ik heb er helemaal niet tegen. Nee, pas op. Dat zijn. Ik weet er niet op in. Als je daarover begint, kun je dat weer blijven discussiëren. Ook al omdat er niks bewijsbaar is. Dat is het probleem. Er zijn rumors. Er zijn mensen die gezegd hebben dat het zo zou zijn. Ik heb al honderden. Veel Hitler-biografieën gelezen. En die zaak van die Joden in die familie, was dat een dokter die zijn vrouw en zijn roetmoeder in poep heeft en met was dat een andere, wat een groot dat was, dat komt altijd weer te sprake.
En dan zou dat dan eigenlijk zo de grote rol gespeeld hebben in zijn leven. Maar als je dat in een verder levensloop volgt, dan zie je ook heel goed dat dat niet waar is, dat dat niet kon zijn. Want Hitler was lang helemaal niemand. Hitler was gewoon nergens. Als soldaat in de Eerste Wereldoorlog was hij nergens. In de jaren 20 was hij eigenlijk nergens. Hij is betrokken geraakt in een klein partijtje dat hij achteraf uitgebouwd heeft tot de Nazi-partij. Maar in feite was er geen mens, geen enkele serieuze bankier of industrieel in het begin die zelfs bij 5 frank willen geven. Dus dat hij zogezegd al van in het begin gekozen was om te doen wat hij gedaan heeft, voor welke reden dan ook. Dat is gewoon, dat zijn theorieën die eigenlijk niet op geen enkele manier bewezen kunnen worden. Dat die theorieën soms een aantrekkingskracht hebben. Dat de theorieën schijnbaar bepaalde antwoorden geven op dingen die we niet goed staan, daar ben ik mee akkoord. En dat die theorieën interessant kunnen zijn, Peter. Daar vind ik allemaal mee akkoord, hoor. En er zijn zeker interessante dingen erover. Maar het spijt me, ik ben er dus. Ik zie het niet zo. Ja, natuurlijk. Dat komt er ik heb die bron ook niet onderzocht. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Hitler, ja. Maar ook Stalin. Ja. Ook de man van Engeland, Churchill. Ja. Dat die ook allemaal. Ze zijn allemaal. Rothschild. Ja, het probleem is. Je denkt natuurlijk aan Anthony Sutton's boek. Anthony Sutton's boek had je gelezen waarschijnlijk. Anthony Sutton niet gelezen? Nee. Allee, dat is eigenlijk de man die dat soort theorie voorstelt. Dat staat er ook ergens. En dat is dan dezelfde theorie. Anthony Sutton heeft een boek geschreven, Wall Street and the Rise of Hitler. Wall Street and the Rise of the Soviet Union. En Wall Street, en dit is allemaal, en is het overal Wall Street. En is het overal Wall Street. En dan kun je zeggen, Wall Street, is het dan de Rothschilds, of is het dan wie dat ook is, of is het dan de Rockefellers. Maar in feite, als je overal zit, is het nergens in feite. Dus, ik wil er niet verder over ingaan, maar dus daar heb ik sowieso moeilijkheid mee. Ik zou liever voortgaan wat ik was. Ik was aan het zeggen, dat is de Joden in de jaren 30 weinig in de pap te brokkel hadden in de States. Want dat u niet wil zeggen dat er geen waren die wel iets nu al aanzien hadden. Er waren mensen die wat invloed hadden. Maar in feite, invloed op politiek zeker niet. Nu denken we dat gemakkelijk. Omdat nu, de Joodse lobby, dat is bekend. Die Joodse lobby, dat is zeker geweten nu. Maar vroeger was het helemaal niet zo. Ten andere, dus ik zeg, het feit dat iedereen een antisemiet was, was geen probleem voor die meeste mannen, want waren ze zelf antisemiet. En de grootste antisemiet was Henry Ford. Neem eens die foto van dat boek van Henry Ford. Henry Ford, dat boven links. Henry Ford schreef al in de jaren 20. Een boek, dat noemen we de internationale Jood. En dat gaat erover, dat is een oude theorie die al stamt van voor de Eerste Wereldoorlog. Ford heeft die eigenlijk zelf niet uitgevonden. Dat was een theorie al in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog. Dat in feite het blanke ras, dat al zelf niet bestaat, maar de blanke, de Ariërs, de witte Europeanen, eigenlijk het superieure ras zijn. Die, dat is evident dat zij de wereld moeten controleren, dat de andere rassen ondergeschikt zijn aan hun, dat is duidelijk. Hè? En de reden dat er wat boel is, dat er wat lastig wordt zijn, dat is dat er omwille van een samenzwering van een ander ras, dat ons ras wil kapot maken. Okay? Welk ras wil het blanke ras kapot maken, die jongen? En het is daar tegen ons ochten, zoals wij zeiden in tijden. Dan wordt het daar tegen ons ochten, zij doen ons kapot, en de enige mogelijkheid om te vermijden is dat wij ze kapot doen. Dat is het verschil tussen het antisemitisme van Hitler en het antisemitisme van de christendom in de middeleeuwen. Het christendom in de middeleeuwen was ook antisemitisch. De katholicisme of het christendom was in het begin antisemitisch. Want waar de Joden de Christus gekruisigd hadden, jongens, dat weet je toch allemaal? Ja. Jezus was ook een Jood, maar kom, daar moet je moeilijk in zoeken. Maar ik bedoel maar, de Joden waren antisemitisch, de christenen waren antisemitisch, maar het doel van het antisemitisme was de Joden te bekeren. En de Joodse bekering werd met open armen ontvangen. In feite gaat zelfs heiligen, als je naar Spanje gaat, dat de grote heiligen, die bekeerde Joden waren, die achteraf duurt nog vurigere katholieken werden dan de Jezuïten natuurlijk. Zoals de hele Ferreres allemaal komt. Dus het christendom was tegen de Joden en wilde de Joden ook bestraffen die zich niet wilden bekeren. Of die ze bekeerden en een vals bekering waren, dat ze toch het geheim bleven naar de Joodse godsdienst praktiseren. Die moesten wel dood. Maar het christendom zei niet, de Joden moeten dood, want anders doen zij ons dood. Dat zei er wel. Dat zijn er wel, zoals je weet. Daarom heeft ze ook gezegd, ze moeten dood. Of als wij hun niet dood doen, ze zijn ons dood. En die kinderen moeten ook dood. Want anders gaan ze opgroeien en ons ook dood. Dat was de logica achter de Holocaust. Hè? Maar waar komen die ideeën? Even voor. Waar komen die ideeën? Ze komen uit de 19e eeuw al, later middel 19e eeuw.
En iemand die dat allemaal gewoon geformuleerd heeft, dat was Henry Ford, in dat boek dat ik er straks getoond heb. En dat boek is vertaald geworden onmiddellijk in Duits en iedereen heeft dat gelezen. Veel van de inspiratie van Hitler's antisemitisme komt van Henry Ford. Dus dat Henry Ford iets had tegen dat antisemitisme, maar dat van Hitler helemaal niet. Hij vond Hitler een wakkere jongen. Want dat zijn boeken gelezen. Ik had ook geen dat boek gelezen. Zei, als je mijn boek leest, dan heb je het al van buiten. Nee. Je hebt het examen mee gezegd, nee, dat is half geschreven. Nee. Hij is een hoest, denk ik. Nee. Dat vind ik een sympathieke jongen, nee. Dat is waar. Hè. De leraar staat altijd. Nee. Als we het examen horen, met ze zelf gezegd hebben, nu een echo. Nee. Zei, hij is een hoest, denk ik. Nee. En sympathiek manneke. Dat vond Ford ook. Dat was een vraag. Was dit al? Ja, bij mij. Ja. Dus misschien in verband met wat je juist vertelde, het Vaticaan. Hoe zat die er eigenlijk achter? Of? Misschien waren die juist de steuners, de steunpilaren erachter. Het Vaticaan heeft nu een heel andere zaak. Ik was nog onlangs in Argentinië. Ik heb er een boek geschreven, onlangs uitgegeven door een Argentijnse journalist die geschreven heeft over al die nazi's die gevlucht zijn naar Argentinië. Dat is bekend, hè, dat er dus duizenden nazi's gevlucht zijn naar Argentinië. Met de hulp van Amerika, geheime diensten van Amerika, met de medewerking van Perón. Ook van Evita Perón, die een eile Maagd Maria geworden is in Buenos Aires, dat is een goed standbeeld van haar. En overal is het Evita Perón. Ze dat liedje allemaal gekend, dat heeft van No Crying for Me, Alleen, ik bedoel maar wie heeft er geholpen om die nazi's, bekende oorlogsmisdaders, grote oorlogsmisdaders, Mengele bijvoorbeeld, om Barbie, wie heeft er die mannen paspoorten heen? Wie heeft die mannen beschermd? Oké. Wie heeft dat gedaan, die ratlijn? Als ze zijn gesmokkeld uit Duitsland, via Oostenrijk, Italië, meestal naar Genua. En dan met een boot naar Buenos Aires. Hè? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat? Wel, de Amerikaanse geheimdienst. En het Vaticaan. Vaticaan. Onder andere, de bischop, de aartsbisschop van Milaan. En wie is zijn naam? Montini. En wie is Montini? Paulus VI, maar vraag gehoord. Dat was hem. En Montini... Hij zat dan over zijn oren in de zaken van het wegsmokkelen van nazi's, bekende oorlogsmisdaders. Het Vaticaan heeft ook zijn rol gespeeld erin, maar waarom nu juist het Vaticaan er betrokken was, dat is weer al een heel ander probleem. Ik speel er even over in mijn boeken, maar dat is ook, er zijn boeken over geschreven. Ik kan u een boek erover voorstellen. Dat is een boek, als iemand Frans leest, van Annie Lacroix. Het noemt Le Vatican et le Reich. Het Vaticaan en het Rijk. Zij schrijft er veel over. En er zijn veel boeken geschreven over die ratlijn ook achteraf. Hoe die mannen kunnen ontsnappen zijn allemaal. Dat is schandalig. Maar het is ook een feit dat het zo gebeurd is. Heeft dat met Philadelphia-experiment te maken? Met Philadelphia? Experiment. Philadelphia-experiment, nog niet verhoord. Nee. Ja. Dat is er wel een beetje met zijn naam bijgetrokken. Philadelphia Operation Paper. Ah ja, ik weet dat niet. Nee. Het heeft te maken met het feit dat... Dat vind ik toch ook wel. De Amerikanen, veel van die mannen... nuttig vonden wat een koude oorlog begon. En veel van die nazi's hadden dus gevochten tegen de Sovjet-Unie, een toestand, hadden er ervaring op gedaan, dingen geleerd, en ze boden dus de informatie eigenlijk aan de Amerikanen aan, in ruil voor bescherming. En onder andere, het beste woord ervan is die historie met de vluchtenis naar Argentinië. Dat was dingen genoemd, die achteraf de baas geworden is van de geheime dienst naar West-Duitsland. Gehlen, ja, de organisatie Gehlen. Gehlen was een van de mannen die van de Duitse spionagediensten aan het oostfront, die ook verbindingen had met die Oekraïnse nationalisten of zo, die groepen, die Oekraïnse nazi's, en ook Russische nazi's en generaals die overlopen waren, en die het allemaal een beetje organiseerden, en die het over het dossier gezet. En die hadden de Amerikanen niet weten, zeggen jongens, als je interesseert om oorlog te voeren in de Russen, en wil het een en ander weten, ik heb hier een pakje materiaal dat voor ons zeker interessant zou zijn. Maar dan moet wel een paspoortje voor mij bezorgen, mij en mijn vrienden. En dan zou graag wel verder gewoon een barilotje en anders voor de volgende 20 jaar. En dat zal naar Londen gaan. Maar Gehlen, eerst dat ze dat niet moeten doen, is gebombardeerd geworden tot hoofd van de veiligheid, de geheime diensten van Duitsland, onder Adenauer. Adenauer is ook zijn hand gehouden boven de hoofden van veel oorlogsmisdaders. Ja, godverdomme. Adenauer is ook een beste mens geweest, maar mensen, volgens ons, wat verteld, wat er een heilig was vroeger, Adenauer. Adenauer, zo'n brave mens. Adenauer is een zwijn. Adenauer is een derde, volgens mij. Oh, Adenauer. En Erhard is werd voor de nazi's. Tot en met. Maar kom, zwart. Dus, we hebben niks tegen Hitler. We hebben een heel andere voet tegenvoeren. 41, hè. We hebben wel iets tegen Japans.
En daar ben ik aan wel geïnteresseerd om te voelen. Want tegen Japan ging het over een groot dinsdag. Want Japan stond klaar en had dat duidelijk gemaakt dat Japan China ging inpalmen. En dat Japan ook Indonesië wilde inpalmen en Vietnam. Ze hebben het allemaal gedaan, hè? Bezetten. Wat betekent dat? Dat betekent Japan, Vietnam, rubber. Maleisië, rubber. Indonesië, olie. Is China de markt tot en met. Als de Japanners dat pakken, hè, dan kun je bijna niet pakken. En eerlijk deel nog gewoon niet, hè? Want tussen zijn het Engels, there's no honor among thieves. Hè? Dus dieven zijn niet eerbaar onder elkaar, hè? Ze bedriegen elkaar ook. Hè? Dus in feite was er in het einde van de jaren 30 was er een grote prijs te winnen in het Verre Oosten. China, de markt van China, de olie van Indonesië, de rubber van Maleisië en van Vietnam zijn fantastisch. Hè? Wij moeten dat, mee. Maar als wij niet toeslaan, rap, dan staan de Japanners toe. Waarom moeten we toegeslagen worden? Waarom kunnen we niet wachten? Omdat Maleisië en Vietnam en Indonesië, dat zijn koloniën van vrienden van ons. Indonesië van de Nederlandertjes, Vietnam van de Fransmannetjes en Maleisië van de Engeltjes, de Engelsen. Maar die zijn er ook verliezen in Duitsland. Holland is alleen gepand door Duitsland, bezet. Frankrijk is verslagen. Dus die koloniale administratie in Vietnam is aan het wankelen. De Nederlanders en Indonesië zijn heel zwak. En de Engelsen en Maleisië, hoe lang gaat dat nog duren, jongens? Jongens, dat gaat vanzelf instorten, nee. En wie gaat dat pakken? De Japanners zitten niks bij. Als wij niks doen, zit het in een zak. Dus wij moeten handelen. Pearl Harbor is uitgelokt door de Amerikanen, weet dat toch? Dus dan is er iemand die gelooft dat Pearl Harbor een verrassingsaanval was? Allee, jongens, word ik je wakker, hé. Speak up and smell the coffee, zegt ze bij ons. De idee dat de Japanners bij verrassing Pearl Harbor aanvallen. En dan doen ze het, oh my god, dat is bullshit, Ze wisten het heel goed, ze hebben het laten doen. Ze hebben het zelfs uitgelokt. Het is nu geweten dat Roosevelt, de Amerikaanse vloot, gestationeerd heeft in Pearl Harbor, om de Japanners een beetje te verleiden. Kan dat? Je kent iets, Want Roosevelt wist ook dat hij zelf niet kon de oorlog beginnen in Japan. Dat de Amerikaanse publieke opinie dat ook niet zou geslikt hebben. Dus hij moest de Japanners doen aanvallen, om te kunnen zeggen, wij worden aanvallen, dus we verdedigen ons. Dus dat is een beetje het probleem is met de Amerikanen. Ze hadden al geprobeerd tegen de Spanjaarden en de Japanaren vroeger, maar we kunnen er nu op ingaan, dat ze zo de anderen schijnbaar doen aanvallen. En de 9e september, de 11e september is ook zo'n geval, waar de Amerikanen zelf dit gedaan hebben, black ops noemen ze dat, black operations. Dus dat je zelf zo redden, dat je het zelf doet, en dan steekt het op de anderen. Dat deed Hitler dan ook in 1939, wat Bush deed. Want die wapen tegen Irak was juist hetzelfde liter gedaan in 1939. De Polen beschuldigden dat ze zij gingen aanvallen, dat zal aangevallen natten. Er werden wat gevangen Joden doodgeschoten. En ze zeiden dat zijn arme soldaten van de Duitsers die de Polen doodgeschoten hebben, moeten ons verdedigen bij Van Zaan. En 9/11, wat zei je daarom? Dat is ook zo'n operatie geweest, waarschijnlijk. Heel waarschijnlijk. Ik weet het altijd goed, maar bijna zeker. Daar twijfelt toch, ja. Dus, Bertrand Hedra. De vraag is helemaal niet. Er zijn veel redenen om goed op te zwijgen. Honderden redenen. En weinig redenen om de officiële versie is zeker niet waar. Wat er echt gebeurd is, dat weet ik nog niet heel juist. Maar zeker niet waar. Nu, dus Pearl Harbor is in de Amerikanen zelf die aangevallen. En dat was de bedoeling om te kunnen oorlog voeren tegen Japan. Om te kunnen de grote, dikke, vette prijzen van Indonesië en Vietnam en Maleisië in te palmen, terwijl er in Europa een andere oorlog bezig was. Die schijnbaar nog heel lang zou kunnen duren. Wat was er gebeurd in 1941? Daarom is het ook weer al, het komt samen, einde 1941. In 1941 was Duitsland de oorlog getrokken tegen Rusland. In de zomer van 1941. Dat weet je toch? 22 juni 1941. Het was oorlog tot aan toe tegen Engeland. De Engelsen hadden zich teruggetrokken op een eiland. En de Duitsers waren de baas op het vasteland. En ook in Frankrijk, ook in België hier. En het was precies, ja, Hitler ging precies niet proberen van Engeland aan te vallen. Dat zou heel moeilijk geweest zijn. Want de Engelsen had ook een scherpe kans om Hitler te verjagen uit West-Europa. Het was een beetje zo, ja, ze zaten ze vast. Hè. En dat kon schijnbaar nog jaren blijven duren. Dat was geen probleem voor de Amerikanen. Hè. Want ondertussen blijven ze verkopen aan de Duitsers. En konden ze ook verkopen aan de Engelsen natuurlijk. Dat was de zaak nog beter. Hè. Dat kon Ford ook aan de Engelsen willen verkopen. Hè. En Texaco en allemaal. En de Rockefellers. Dat is nog meer zaak. Hè. Maar in juni 1941 viel Duitsland, viel Hitler, de Sovjet-Unie aan. En dat was een verrassing. Niet verwacht, maar een blijde verrassing, want eigenlijk was hij het niet content.
En de Amerikanen waren eigenlijk heel content, want ze haatten de Sovjet-Unie. Ja, dat moet niet vragen. De Sovjet-Unie was in de jaren 30 was het zwarte beest van de Amerikanen. De bazen was niet de Nazi-Duitsland, dat waren een goede vrienden van ons. We konden zaak mee doen, en dat ze antisemieten waren, dat zullen ons niks. Maar de Russen wel eens mee, want die hadden een ander systeem als ons. Het kapitalisme. En dat trok veel Amerikanen aan, hè. Want de Amerikanen noemden de jaren 30 soms de Red 30s, de rode jaren 30. Waren veel socialisten, anarchisten en communisten in Amerika. Nu denkt iedereen in Amerika, iedereen is kapitalist. Iedereen, je hoort geen mens, geen enkel socialist, nergens geen socialist te zien. In de jaren 30 heel veel. En communisten en anarchisten, heel veel. In de jaren 30, heel veel. Je zat bij presidentsverkiezing, wat er was een kandidaat die heel veel stemmen kreeg. Dus dat was een zorg, hè. En wat was de grote hoop? Het model van die mannen, dat was Sovjet-Rusland, hè. Ja, Sovjet-Rusland, die onder Stalin, ja. Dus dat moest kapot, hè. Maar wie gaat toen, wij die, hè? Hitler, die had het toen. Hitler had naar Rusland kapot gedaan. Maar kom, het is dan niet gelukt in 1939, maar in 1941 in ieder geval Rusland aan. Ja, dat is goed, zeg. Laten we doen, hè. En ten andere is ook goed, want onze andere cliënt, Engeland, moet nu zich niet veel zorgen meer maken dat zij gaan aangevallen worden, hè. En maar iedereen dacht dat het niet lang ging duren, in oorlog en toest. Want Hitler had toch in 1939 Polen binnengevallen en een paar weken tijd was gedaan. Hij liep de 10e mei België binnen. In Holland, 5 dagen was er in Holland, 18 dagen was er in België en op de maand tijd was er in Frankrijk. Nee. Dus blitzkrieg was telkens blitzkrieg, blitzzieg, overwinning. Dus zeiden ze, in Rusland, hoe lang had dat duurde Rusland? Oké, de experts, wat dacht Hitler? Hoe lang dacht Hitler? En dachten de generaals in Berlijn dat ging duren, in Holland, in Rusland. Hoe lang dacht ze? Denk je. Ze dachten 2 maanden maximum. 2 maanden maximum. Dus einde juni, juli en neerste september op de school. Dat dachten ze. Dat dachten ze. En iedereen zei wel akkoord. Wat dachten ze in Engeland? Engeland zagen ze 6 weken. De Britse generaals zijn 6 weken. Wat gedaan ze? Zijn de Germany is in a crash. Ze zullen jullie like an egg. Like an egg. In Amerika zeiden ze, het Pentagon dat er nog niet was. We zaten al een ministerie van oorlog. Ze zat nog heerlijk toen. Ze zeiden het ministerie van oorlog. Nu is zo gezegd, defensie. Tot de dat zijn van die Orwelliaanse termen natuurlijk. Het ministerie van Defensie en Israël. Amerika, Defensie. Hello, hello. Heel Jans. Nee, maar, dus ze dachten, ze zeiden nog, dat gaat er doorgaan gelijk een mes, een warm mes doet de boter. Wat gebeurt er? In het begin heeft het allemaal goed gezegd. En pas op, dat was een fantastische zaak, want wat je naft gebruikt, is echt godverdomme. Naft gebruikt, en olie, smeerolie, hè? En rubber. Ja, naar Leningrad, naar Moskou, overal toe. In september 1941 nog, hè, kan ik u zeggen, het precieze percentage van de smeerolie van de Duitse voertuigen dat uit Amerika kwam. De smeerolie. Je moet smeerolie, ja. Ik ben hier een mechanieker. Maar het schijnt als je in je motor geen olie, geen smeerolie doet, hè, dus ik had het niet van naft, even smeerolie, dan had ik niet van rijden. Hè. De percentage van smeerolie dat de Duitsers gebruikten in september 1941, dus het hoogtepunt van een binnenmarcheren in Rusland, 96%. 96%. En dik betaalde, dik betaalde. Dat is wel binnen, maar in september was het nog niet gedaan met de Russen. In oktober was het nog niet gedaan. In november was het nog niet gedaan. En de Duitsers bleven steken. Dat was een verrassing. Maar kijk, het is in orde. Het is nu terug vast. In de winter 41, 42 zat alles keivast in Europa. De Engelsen zaten op een eiland te wachten. De Russen en de Duitsers lagen elkaar over een front van 4000 kilometers. En schijnbaar konden geen van de twee winnen. En dat was het moment nu om te profiteren van de zaak om nu even snel Maleisië, Vietnam en zo mee te pakken. Zeg. Voordat de Japanners stoppen. Voordat de Japanners ervoor zijn, Pearl Harbor is op dat moment georganiseerd. Pearl Harbor, dat ogenblik. En later zijn de Amerikanen toch verwikkeld geraakt in oorlog kunnen in Vietnam, dat weten we allemaal. En dat was het niet te doen hadden, want de Amerikanen waren vanaf zwaar ontgoocheld. Als derde oorlog zei Vietnam die konden in palmen. Want was er in Ho Chi Minh die zijn eigen gedachten had, zal ik je voorstellen, die Vietnamezen wilden Vietnam voor hun eigen. Allee, dat gaat toch niet. Zeg, allee, wat voor een zot is dat? Hij is een beste vent. Dat 20 jaar oorlog tegengevoerd, hoeveel mensen zijn omgekomen. We zijn altijd, als we naar een basje gaan, moet ik gaan kijken, dat monument van de Amerikaanse gesneuvelden, dat is zo triest. Hè. Zijn er al wat 20 triest, oh, jongens, hoeveel Vietnamezen zijn omgekomen? Op 2,5 miljoen. Maar dat is niks geworden van die heel kus. Ik kan een goeie moffen. Het is een bar in New York. En toen kwam er in binnen, zelfs een stamgast zo. En ik ga er in een bar zitten, zat hij in George, give me a drink. En ik kijk eens op, er is niemand die te zien in een bar. Ik kijk dus op. Wat? Ik had dat tafel, dan heb ik zijn noek, zat hij. Is dat werkelijk wie dat ik denk dat is? Oh, ja. Dat is de president, dat is meneer Bush.
Zegt hij, dat is de minister van oorlog, Rumsfeld. En dat is de minister-president Cheney. Zegt hij, die zit hier om onze binnen te dringen, joh. Wat doen hier? Ik weet niet, moet ik je vragen, hè. Dus ik denk dat ze kunnen toegaan, en misschien een keer met mijn voorstellen en een vraag gesteld. Doe maar eens, doe maar eens. Wat er naartoe, hè. Zegt hij, goedenavond, meneer de president, goedenavond, meneer de vice-president, goedenavond, meneer de minister van oorlog. Zegt hij, wat een verrassing, wat een plezier. Van hier te zien, onze kleine bar hier in Brooklyn, zeg maar. Mag je vragen dat je goed dit doet, zeg? Ah ja, zegt Cheney, dat is nou altijd, moet gaan een vrijspraak. We zien het Noord nog in je racket voorbrengen. Dat was in 2003, hè? Verdomme, dat is fantastisch. Fantastisch, het Noord in je racket. Het voorbereiden als een bar, schitterend, schitterend. Ho. Mag ik u vragen, zegt hij? Mag ik u vragen hoe dat gaat doen? Als hij zegt, hè, we gaan dat zeggen. We gaan een bang de shit uit Irak. We gaan kill een million Iraqis. We gaan een miljoen Irakers ombrengen en één vrouw met dikke bos. Eén blonde vrouw met dikke bos. Godverdomme, dat is fantastisch, zeg je. Dus we gaan erin vliegen, zeg je, want een miljoen Irakers doen en één blonde vrouw met dikke bos. Zeg je, wacht, waarom moet die blonde vrouw met bos dood? En Cheney zegt tegen de heer Bush, dat is dat dit, als geen mensen ging vragen dat die miljoen Irakers. Doei! En zo was het. Smoke and mirrors. Dus, op dat ogenblik dus, slaat Amerika toe. En ze lokken eigenlijk de Japanse aanval uit. En ze hebben nodig wat ze willen. En het is de bedoeling dat ze zeker nodig voor de Japan. Terwijl er in Europa, dat ze vastzitten tussen de Russen en de Duitsers. En de Engelsen. En dat zullen we later wel oplossen. Ter andere troops Pearl Harbor. De Japanners hebben wat boten doen zinken. Hè. Maar die boten die er lagen, dat waren oude knapen, hè. Dat waren van de Eerste Wereldoorlog. Je weet dat toch? Hè. Je weet dat allemaal. Hè. Hoe gaat het nu? Hoe ging de Amerika oorlog voeren tegen Japan? Denk. Maar veel mensen zeggen, hè, Amerika, hè, die verschoten vreed als ze aangevallen werden. Hè. En ze waren altijd isolationisten geweest. Hè. En ze waren niet voorbereid voor de oorlog. Ze moesten alles bij hen maken. Oké, hoe gaat hij oorlog voeren aan de overkant van de Stille Oceaan? Wel, kan ik zeggen, hè. Je moet daar met vliegers naartoe, maar je kunt daar niet landen onderweg. Je moet wel basis hebben, of wel met de vliegdekschepen hebben. Dat moet hebben, vliegdekschepen. En dan moet je ook hebben lange afstandsbomwerpers. Is Amerika die binnen bouwen achter Pearl Harbor? Die zat allemaal klaar. Die worden nog wel jaren ervoor gebouwd, die waren allemaal klaar. Maar die zaten niet in Pearl Harbor. Ze hebben er wat oude boten gelegd. Dus. Een schoon uitzien, een goede kanon naar boven steken en zo. Maar geen enkel vliegdekschepen. Want als de Japanners al op weg waren naar Pearl Harbor, zijn die zachtjes weggezeild uit Pearl Harbor. Ze hebben het liggen, maar dat wijst. En dat hebben de Japanners getorpedeerd, dat wijst. Maar die vliegtuigen, die waren al weg. En die grote vliegtuigen, dat de Amerikanen achteraf dat ze mee gebombardeerd hebben in Japan. Die Amerikanen zijn niet begonnen ontwerpen en bouwen in 1948 hoor. Die waren ontworpen in 1937-38. Toen al was een oorlog tegen Japan in de kaarten. Ik heb onlangs een artikel gelezen over de Amerikaanse oorlogsplannen in de jaren 30. In de jaren 30 had de Amerikanen een plan voor oorlog te voeren. Tegen wie waren het plan? Tegen wie was ze gericht? Nu zou iedereen denken, die een beetje zo de Hollywood-filmen bekeken heeft, tegen Duitsland, tegen Hitler. Spijt me jongens, geen enkel plan voor oorlog tegen Duitsland. Niet één, niks. En al die koffers, die al die schuiven, die al generaals, niks, geen plan voor oorlog tegen Duitsland. Waarom niet? Ah, ze hadden ze niks tegen Hitler. Hij was een goede vriend, een goede partner. Ze hadden wel plan voor oorlog tegen Japan. Die waren al, die hadden ze al jaren zien komen. Ze hadden ook plan voor oorlog tegen Mexico. Want Mexico is nog een vieze, wel een buur. Maar wel in die aan, en dat land moet ook, dat is Schotland kapot. Daar moet nog meer gebied van afpakken. Dat gedaan, heel wat Texas, New Mexico, Arizona, Californië, dat was dat. Mexico vroeger, weet het toch allemaal? Weet je dat allemaal? Weet je dat allemaal niet? Hoe weet dat niet? De mensen zeggen wel, de Amerikanen die vonden dat erg dat ze daar moest zijn, op een zeker moment Kuwait wilden inpalmen. Dat was erg, hè? Maar eigenlijk had hij een beetje gelijk, want eigenlijk is Kuwait een deel van Irak geweest vroeger. In feite had hij wel recht, maar niet mogen doen het deed. Dat een brave vraag. Dat moet alsjeblieft zijn. Maak even. Want dan gewoon dat mag niet. He. Maar de Amerikanen moeten zeggen, eerlijk gezegd, we hebben in de tijd van Mexico, de hele staat Texas, de hele staat New Mexico, de hele staat Arizona en de hele staat Californië afgepakt. Hoeveel land is dat? He? Hoeveel duizenden keren is dat groter dan Kuwait? Het was Mexico, hè? Het was Mexico, hè? Ja, dat waren wij allemaal vergeten. Geen probleem. Nochtans, in Mexico weten ze nog altijd zo. Dat ze het gestolen hebben. In Hawaii was een onafhankelijk eilandengroep. Koninkrijk, Amerika had niet gepalmd. En Puerto Rico, dat eiland.
Nee, dan mogen ze wel gaan vechten in Vietnam, maar ze mogen niet stemmen. Maar dat is een kolonie van Amerika, he. Allemaal afgepakt van andere landen. De Filipijnen was een schandalige kolonie van Amerika, tot voor kort tijd, nog altijd onder de palm van Amerika. Dus ik bedoel maar, als, dus er zat er geen probleem mee, een beetje een land van anderen te veroveren in de stelen. Dus, wat gebeurde er?